Nou, wat ik verwacht is dat we de mensen van Thalen kunnen laten voelen en laten ervaren wat het is om welkom geheten te worden en om mensen welkom te heten. Ik hoop dat de mensen het zullen herkennen, het hostmanship, bij zichzelf. En dat ze zich weer bewust worden van de kracht die het heeft en dat iedereen het gewoon kan. Komen straks, dan hoop ik, er is een partner, dat ze die een dikke kus geven en dat ze een mooie tijd met elkaar hebben gehad en dat mensen iets meer gaan nadenken over het effect van hun gedrag, hun communicatie en dat ze daar een keuze in hebben om nog meer van waarde te zijn voor een ander dan dat zal zijn. Dan denk ik dat het voor vandaag echt goed gelukt is. En in dat mens zijn, daar ontmoet je elkaar en dan pas komt je functie. Dus je ontmoet elkaar eerst als mens en daarna pas op je functie die je hebt binnen de organisatie. En het begint altijd bij jezelf. En als mensen dat binnen Thalen voor van vandaag meenemen, dat het begint altijd bij jezelf, dan ben ik een heel gelukkig man. Super. Ik vond het geweldig. Toevallig veel tussen bewoners en waar je veel met bewoners te maken hebt. En dat herken je rol in. Dat vind ik mooi. Dat je ook, in mijn geval, vooral voor de collega's, ook echt gastvrij kunt zijn en welkom kunt heten. Dat kun je op veel verschillende manieren doen. Dus goede dag wensen, of fijne avond, of begroeten. Het kan in allerlei kleine dingen zitten. Dus helemaal goed eten. Ja, mooi.